Ik heet jullie echt allemaal van harte welkom op deze avond van de coöperatie Eke Kolder. Ik vind het heel fijn dat er zoveel mensen zijn. Allereerst ga ik jullie even voorstellen aan de leden van de coöperatie welke wij afgelopen zomer hebben opgericht. Zouden de mensen van de coöperatie willen gaan staan? En dan ga ik de namen noemen. Nou, dan ben ik allereerst ben ik dan natuurlijk zelf. Mijn naam is Alma. Ik ben ook lid van de coöperatie al vanaf het allereerste begin. Dan hebben we Bart. Ellie. Ernst, ja. Henriette. Johan. Judith. Joyce. We hebben Kirsten, die is er vanavond niet. En we hebben natuurlijk Jaap. Daarna is het natuurlijk tijd en een ronde om vragen te stellen. En ik zou heel erg graag als laatste nog even aan jullie mee willen geven dat wij zijn om te verbinden en niet om te verdelen. Ik geef graag het woord aan Jaap. Ja, dankjewel. Allereerst eventjes, wij worden natuurlijk als coöperatie Eke Polder, worden wij gesupport. Wij werken eigenlijk samen met Solarfields. Er zijn hier ook twee mensen van Solarfields. Die heb ik achter de hand als backup. Lilian die doet de plaatjes. En Jan-Pieter die zit achter de bar voor eventueel als ik heel interessante kennis nodig heb. Dan vraag ik hem even. Oké, dan het volgende. Heb jij een ander plaatje voor mij? Wie zijn wij en met wie werken we? Nou, eigenlijk is het plan voor de Eke Polder is 5 jaar geleden al ontstaan om in die tijd de windmolens te kunnen compenseren. Helaas is dat plan nooit gerealiseerd. Nu ineens 5 jaar later, precies 5 jaar later, komt het dus weer aan de orde. En wij kunnen dat als dorp natuurlijk lang niet alleen uit de kluiten trekken, dus we hebben contact gezocht met mijn zinziens een hele goede betrouwbare ontwikkelaar. En wij staan dan ook op basis van 50%, 50-50, doen wij dit plan. En wat is 50-50? Ik laat een deel van de organisatie laten, ik kan Solarfields over. En het verbinden, de dorpen, de communicatie naar het dorp en de kastanjes uit het vuur halen voor het dorp, dat doet de coöperatie. Wij willen namelijk, als wij dit plan gaan realiseren, willen we ook graag revenuen. En voldoende revenuen om de komende jaren ook goede dingen te doen. Want we hebben in een aantal aspecten eerder hebben we kansen gemist om gelden te ontvangen. En, maar goed, dat is passé. We gaan door met onze nieuwtijdse coöperatie. Mag ik een plaatje doen? Het plantgebied. We hebben het over Eke Polder. Het volledige gebied Eke Polder. En eventjes ter indicatie, dit is Meeden, de zuidkant, hier ligt Scheemda en dat is het Winschoterdiep en dit is de spoorlijn. Dus het is een hele lange polder en wij hebben die polder verdeeld in 2 fasen om de volgende reden. Fase 1 is gemeente Midden-Groningen en fase 2 is gemeente Oldambt. En wij zijn als dorpscoöperatie ook in gesprek met Oldambt. We zouden heel graag willen dat Oldambt gelijktijdig met Midden-Groningen ook in dit plan stapt. Dat heeft natuurlijk organisatorische voordelen, maar dat heeft ook te maken met voordelen in zaken een subsidieregeling. Wij gaan namelijk inschrijven voor een bepaalde subsidie straks en die dient voor december ingediend te zijn. En als wij een volgende kans willen doen, dan wordt het pas volgend jaar december. En dan gaan we behoorlijk wat inkomsten missen. Dus wij zetten in op een goed plan, goede participatie en we hopen een goede subsidie binnen te halen. Daarnaast hoop ik dus Oldambt nog over te halen, ook gelijktijdig met ons mee te gaan. Ze willen zeker mee, maar Oldambt heeft helaas geen bestemmingplan voor hun buitengebied. Dat moeten ze nog maken, dat is bijna klaar. Het wordt dus een dubbeltje op zijn kant of die meegaan. Fase 1 en fase 2 dus. Waar wij het vanavond over hebben is het deel van gemeente Midden-Groningen. Dat is fase 1. En dat is een oppervlakte van ongeveer 68 hectare. Heb je een plaatje? De kengetallen van fase 1.
68 hectare, wat ik al zei. En wij hebben een berekening en een tekening ontwerp gemaakt. Voor 25% van de grond wordt natuur en recreatie. Het klinkt wat absurd om onder windmolens en tussen zonnepanelen recreatie te doen. Maar we krijgen behoorlijke velden, strekkende velden erbij om iets met natuur te gaan doen. Bart gaat jullie er zo meteen wat over vertellen. Wij willen heel graag ook nog een uitkijktoren. We willen misschien wel een recreatief fietspad. Wij willen een opstelplek voor infoborden. En wellicht op picknickbanken. En misschien zijn er meer ideeën. Het voordeel van dit hele proces is dat wij dit straks vrij kunnen invullen. Dat wordt in de toekomst, worden jullie daarvoor uitgenodigd om ons mee te denken wat wij voor functies aan deze nieuwe polder kunnen geven. Mag ik een plaatje? Nou gaat het over participatie. Participatie 50%, dat is nogal wat. Voor de helft mede-eigenaar worden van zo'n project. En dat betekent dus niet alleen investeren, het zijn natuurlijk ook opbrengsten. En het is ook meebeslissen, maar 50% participeren, dat is nogal wat. Nou is het wel zo, de provincie Groningen heeft een regionale energiestrategie uitgezet. En die wil dat participeren voor omwonenden stimuleren. En er zijn, voor beide provincies zijn ook fondsen beschikbaar. Dus ik heb natuurlijk het nodige vooronderzoek gedaan om te kijken of het haalbaar is. We kunnen natuurlijk wel een fantastisch plan maken, maar als er geen geld is, dan kunnen we het helemaal schudden. Ik heb er een goed vertrouwen in dat we het voor elkaar krijgen. Het zal niet makkelijk zijn, maar ik denk dat we het voor elkaar krijgen. Investeren dus. Dan hebben we het over opbrengsten. Ga ik jullie zo meteen vertellen. Het meebeslissen, het proces van meebeslissen, dat begint eigenlijk op een avond als nu. We nodigen jullie uit, we vertellen jullie wat, hoe het allemaal gaat werken. En ik kan je wel vertellen, dit is natuurlijk niet zomaar één avondje. Er komen straks meer avonden, er komen meer informatiefolders. Er komt wel whatever, er komt straks iets waar we jullie in gaan informeren. En we hopen jullie dus ook bij deze plannen te betrekken. Te betrekken in misschien financieren. Betrekken zeker jullie laten profiteren van de opbrengsten. En we willen jullie ook graag mee laten beslissen met het invullen van het landschap. Mag ik een plaatje? Het investeren waar ik het net over had, 50%. Ik kan jullie niet vertellen hoe groot de investering is, want we zijn natuurlijk nog aan het rekenen. Maar het loopt in de miljoenen. En dat klinkt heel veel, maar we hebben banken. En banken die willen best wel duurzaam investeren. Dat doen ze als de provincie meedenkt en mee gaat beschikken schenken aan fondsen. Dus als wij een goed fonds krijgen, verwacht ik dat banken makkelijker meegaan. Investeren kan ook zijn een eigen inbreng. Als jullie straks denken, verrek, dat is best wel een leuk plan. En wij gaan straks obligaties uitgeven. Ik heb water op mij zitten. Obligaties. Mensen, omwonenden, inwoners kunnen obligaties kopen. Dat betekent dat je dus een soort spaarbrief koopt die gegarandeerd is. Daar zijn regels voor van de staat. He, dus een wet financieringstoezicht. Onder die restricties breng je obligaties uit. Dus mensen kunnen obligaties kopen. Stel, je hebt geen plek voor zonnepanelen op je dak. Maar je denkt, nou, anders had ik 2000 piek zonnepanelen betaald. Dan koop ik nu voor 2000 euro obligaties. En die obligaties die hebben een wel een beperkte looptijd. Maar dat moeten we nog vaststellen. Op die obligatie krijg je een vaste rente. En dat kan net zo interessant zijn als het leggen van zonnepanelen op je dak. Dus, een andere optie. Dan hebben we ook nog de inbreng van de zonneakkers in Zuidbroek. Ik zit ook in de stichting bestuur van Stichting Innovatief Zonne-Energiepark Meeden. We hebben in Zuidbroek hebben wij een klein zonnepark gerealiseerd. Dat draait inmiddels. En we kunnen zeggen dat draait ook redelijk goed. En deze stichting zou dus ook best wel mee willen investeren voor het deel van Meeden. Want eigenlijk is investeren uit de omgeving heel erg gewenst. Dus we gaan bekijken hoe we in de toekomst dit gaan realiseren. Daar komt zeker nog meer verslaggeving over. Plaatje. Dan de opbrengsten. De opbrengsten. Er komt een... Per jaar komt er een pot geld binnen.
En je zou kunnen beslissen op welke manier je dat geld gaat besteden. Nou, daar hebben wij een formule voor bedacht. Dat hebben we niet alleen bedacht, hoor. Dat wordt natuurlijk veel meer in Nederland gedaan. Potten verdelen door gemeenschapsgelden, voor gemeenschapsgelden. Feit is wel dat de coöperatie heeft dit geïnitieerd en die beheert sowieso de gelden. Maar ik denk dat de coöperatie niet alle kennis heeft, of ze gaan dat voor een deel uitbesteden. Dat doen ze aan een rentmeester. Een rentmeester die wordt aangesteld, die werkt vaak samen met de bank. Een rentmeester die kijkt goed hoe het gaat met de inkomende gelden en die bepaalt met de coöperatie hoe de gelden uitgegeven worden, besteed worden aan, noem maar op, commissies van dorpsraden. Gaan vast straks bedenken van wat er voor fondsjes kunnen zijn, voor scholen, voor kleine initiatieven. Wat mensen ook maar aandragen, geld is daarvoor beschikbaar. Een deel van het geld, echter, gaat de rentmeester ook op lange termijn beleggen. Duurzaam beleggen. We kunnen duurzaam beleggen bijvoorbeeld in, stel dat inwoners van onze gemeente zeggen, goh, we zouden wel graag een warmtepomp willen hebben, maar we hebben het geld er niet voor. Dan kunnen ze dus het geld lenen bij de coöperatie. En de periode die ervoor staat voor het afbetalen van de pomp, dat betaal je overigens gewoon af met je energierekening. Het kost je dus niets extra. Na een aantal jaren is die pomp van jezelf en de coöperatie heeft dat geld weer terug ontvangen. Herinvesteren noemen we dat. We geven het even uit, maar we krijgen het terug met een klein beetje rente. Een klein beetje. En vervolgens kan het geld opnieuw gebruikt worden voor bijvoorbeeld iemand die zonnepanelen wil. Of voor iemand die een ander duurzaam initiatief heeft. Commissie van dorpsraden kunnen ook met voorstellen komen. Jongens, onze dorpswinkel dreigt om te vallen. Kunnen we daar ook wat mee doen? Dus je moet je voorstellen, deze revenuen die kunnen heel goed gebruikt worden voor alle manco's die onze gemeente niet op kan vangen, ons gemeentebestuur niet op kan vangen, en wat we op den duur toch zelf moeten doen. We vallen hier dus ook bij terug op met name de commissies van dorpsraden, allianties, die met wensen komen. Die gaan dus jaarlijks gaan die wensen indienen. Dat wordt in een commissie wordt dat overlegd en bepaald. En dan wordt gekeken wat er met de revenue gedaan kan worden. Mag ik nog een plaatje? Dus, de opbrengsten, even herhalen. Bijvoorbeeld sponsoring voor lokale vereniging en initiatieven. Maar ook voor leefbaarheid. De leefbaarheid wat ik net al aanhaalde, misschien een dorpswinkel of misschien het aanleggen van een recreatief fietspad of wat we hier al hebben, het zwembad. We zouden ook in natuur kunnen investeren. We kunnen ook zeggen dat de bermen van de Venweg of ik zeg maar wat, dat we die gaan ploegen en dat we daar waar we fietsen mooie akkerlanden inzetten, dat we daar zomers van kunnen genieten. Dat zijn allemaal betrekkelijk kleine investeringen. En die kunnen wel tot een verhoging van het levensgenot dienen. En wat ik verder al zei, we kunnen dus verduurzaming doen door middel van leningen. Het kan ook best zijn dat andere mensen ideeën hebben, misschien zelfs wel van buiten de omgeving, maar met goede initiatieven komen om de leefbaarheid in onze omgeving te verbeteren. Misschien zijn dit adviesbureautjes, misschien zijn het particulieren, mensen uit het westen, weet ik veel wat, die ideeën hebben, ervaring hebben. We staan overal voor open. Breng het maar binnen. Wij gaan kijken wat we ermee kunnen doen. Nog een plaatje. Op de lange termijn. Het is natuurlijk de bedoeling dat wij onze coöperatie zo lang mogelijk kunnen handhaven. Wetende dat op dit project een subsidie wordt verstrekt, een SDE-subsidie, voor 15 jaar, zijn wij de eerste 15 jaar door subsidies wel ingedekt. Maar het zonnepark wordt ontwikkeld voor 30 jaar. Dus na 15 jaar hebben wij de zonnepark, de zonnepanelen zijn afgeschreven. Maar de panelen die staan nog, de zon schijnt nog. Dus we gaan wel inkomsten krijgen zonder dat daar nog veel kosten tegenover staan. Dat wordt het moment dus dat wij van die gelden, die relatief niet meer belast zijn, gaan wij beleggingen doen. En beleggingen, dat klinkt heel erg zwaar. Maar dat betekent eigenlijk niks anders dan duurzame initiatieven gaan sponsoren. Natuurlijk door de rentmeester goed laten beoordelen of ze haalbaar zijn.
leningen verstrekken en vervolgens de leningen terugkrijgen. Je zou kunnen denken bijvoorbeeld aan het verstrekken van geld aan een biologische boer. Want ik denk, nou ja, laten we het maar eco houden, zoveel mogelijk. Dan we hebben hier al genoeg bestrijdingsmiddelen en toestanden om ons heen. Dus laten we hopen dat het in de ecologische sfeer kan plaatsvinden. We willen in ieder geval wel duurzaam investeren. Daar komen vast nog ideeën over. Maar dit zijn wel goede bestedingen volgens de coöperatie. En we gaan hier in de toekomst zeker mee verder. Volgende plaatje. Dan is er nog een mogelijkheid om sponsors te zoeken, maar ook om onze omgeving bij dit hele idee te betrekken. En dat is als volgt. Als wij straks een coöperatie hebben, kan dat ook een energiecoöperatie zijn, specifiek voor energie, mogelijk. Maar het is de bedoeling dat alle inwoners van de omliggende dorpen een huisadres, dus een gratis lidmaatschap krijgen. Dat is niet persoonsgebonden, maar huisgebonden. Gaat iemand verhuizen, dan gaat het dus overgedragen worden, dus aan de volgende bewoner. Een huisgebonden adres. En dat betekent een gratis lidmaatschap. En met dat lidmaatschap kan de bewoner bepalen of die meedoet in bijvoorbeeld lid worden van de club, stroom met korting krijgen. Dus je kunt, zeg maar, Energie voor Ons is een maatschappij die waarschijnlijk straks onze energie gaat verkopen. Je kunt een deal afsluiten met Energie voor Ons tegen een gereduceerde prijs. Dat zijn natuurlijk niet 10% of zo, maar het gaat ook om het idee dat je bij de club bent, je neemt de stroom af en zeker weten dat dus dat geld weer terugvloeit in onze gemeenschap, in onze lange termijnvisie van beleggen in onze coöperatie en duurzame activiteiten. Dus waar wij vooral naartoe werken is een tijdsbestendig profiel. Wij willen nu met deze energie en deze gelden die we gaan opbrengen de komende jaren, gaan wij lange termijn bestedingen doen, zodat wij echt in de lengte van dagen, hopen we, profijt zullen blijven houden van deze inkomsten. Het volgende plaatje. En dat gaat dan over ecologie. We hadden het net over het meepraten over het ontwikkelen van de polder. En Bart is daar meer de man van. Die zit in de vogeltjes van Oost-Groningen en zo. Dus Bart, dan doe ik jou het verhaal even.